Piet, om te beginnen, het is goed dat u hier bent. Eerder teruggevlogen omdat u het niet kan laten en nog in Ecuador zit. En laat daar nou net de ellende losgewassen zijn. Ik had er even goed kunnen zitten nog. Maar het had ook natuurlijk, de aardbei had ook een week eerder kunnen zijn. Dus ik had weer een engeltje op de schouder. Dat is een beetje de verhaal van Piet de Visser, hè? Het leven van Piet de Visser. Ik heb goede dokters die me door alle operaties heen helpen. En nu ook met dit weer. Het is zeer triest in Ecuador. Wij waren in Manta. En Manta is zoveel doden gevallen. Door de zwaarste aardbeving in sinds jaren. 7,8. Dus ik ben blij dat ik hier ben, ja. En ook nog eens met fantastische mensen om me heen. Met een boekpresentatie die geweldig is. Wat staat er in het boek? Wat voor boek is het? Het is een boek dat Bert Nederlof fantastisch weergeeft. Hij kent natuurlijk ook alle spelers die ik getraind heb, maar ook gescout heb. En ze zeggen wel eens, Piet, ontdek ze, maar ik scout ze. Hè? En ik heb meer 400 namen in dit boek over voetballers. Van Nederlandse topspelers, er zit een pagina over Cruijff in, maar ook over PSV, over Willem II, over Brazilië, grote spelers. Dus over de hele wereld staan er spelers in het boek beschreven. Van hun kunde, van techniek tot mentaliteit toe, maar ook anekdotes. Geweldige, hilarisch en ook wel eens trieste anekdotes. Een van de mooiste anekdotes die net nog even voorbij kwam, was de anekdote met Frans Bouwmeester, Eden Hazard. Ja. 15 jaar, u dacht, nou laat maar zitten, ik kom over een paar jaar terug. En Frans zei, hop de auto in. Ja, auto in en ik zag hem ook voor het eerst met 15 jaar. Weergaloze techniek, schitterende dribbles. Ja, zeggen wij, die moeten we halen. En het heeft jaren geduurd, maar Lille zat hij. Als Belg. En we konden hem niet loskrijgen bij Lille. Uiteindelijk voor een hele hoge prijs. Maar als hij nu weg zou gaan, brengt hij dubbelen op. Dat is het verhaal ook van Piet de Visser. Is het een mooi boek? Tevreden mee? Ja, ik was eerst wat huiverig. Ik zei, was net mijn biografie uitgekomen. Ook prachtig boek van Willem Vissers. Maar dit is heel anders. Dit gaat over spelers. En ik praat liever over spelers dan over mezelf. Ik heb het gelezen, nog niet helemaal, maar Bert heeft het fantastisch weergegeven. Het is echt, ik denk, een bestseller. Het is een prachtig boek. Dat is mooi. Ja. Met u verder. Ik hoorde ook het voetbal van vandaag in de monoloog die we net hoorden, een half uur lang. Ik word er doodziek van. Wat bedoelt u daarmee? Ja, dat slappe voetbal. De instelling is er niet meer. Het is te weinig techniek, omdat ze maar één keer op een dag trainen. En vroeger op straat waren we 4 uur per dag bezig. Alle sporten trainen 5-6 uur op een dag. En de voetballers, de jonge talenten, trainen 1 uurtje, 1,5 uurtje. Af en toe zijn er clubs die zijn extra training inlassen. Ik zeg, op mijn academie, 7 uur staan ze op, krijgen ze techniektraining, 3 kwartier. Dan gaan ze naar school en natuurlijk ontbijt eerst. En dan krijgen ze 12 uur tussen weer een individuele training, techniek. En dan na school, 5-6 uur, krijgen ze een teamtraining. En dat elke dag. Dan leer je de baas te zijn over de bal. En dan kun je aanvallen en spelen. Nu hebben ze geen controle over de bal. Wat doen ze dan? Terugspelen. En dan krijg je dat slappe voetbal. Allemaal tikkie terug, tikkie terug. En daarmee is de cirkel ook rond en is dit interview ook rond. Want de opbrengst van dit boek gaat naar de academie in Ghana. De hele opbrengst van mij gaat in mijn foundation. De foundation maakt het gelijk over naar de academie in Accra. Waar ik kansarme kinderen van de straat haal met talent. En die zet ik in mijn academie. Die gaan 3 keer op een dag trainen en krijg ook nog school erbij. Want in de academie komt ook een school. Dus dit boek moet een beetje opbrengen, want de academie is nog niet afgebouwd en ik heb een groter veld nodig. Dus ik hoop dat iedereen daar aan meedenkt, een boek koopt of iets stort in de foundation. Ik heb zo'n gevoel dat het niet bij dit boek gaat blijven, dat er nog veel meer spelers door Piet de Visser ontdekt gaan worden. Ja, zolang ik nog kan. En ik kan nog reizen, reis ik de hele wereld rond. En ik heb natuurlijk een fantastische club, Chelsea, die me overal naartoe laat gaan.